بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين خليفة برودرز اند زوسترز De maand Ramadan breekt over enkele dagen aan. Het is een gezegende maand en dat weten we. Het is een gunst en een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala om ons als gelovigen in staat te stellen om in rangen te stijgen. Om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Om deze maand maximaal te benutten. Om onze weg die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft gewild, om die op de juiste wijze te blijven bewandelen. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, O jullie die geloven, kutiba alaykum as-siyam. Heel vaak wanneer we het over aanbiedingen hebben, spreken we in termen van verplichtingen. Allah azza wa jalla zegt in dit vers, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Het is voor jullie voorgeschreven. Het is verplicht gesteld. Het is iets wat jullie moeten doen. Maar wanneer je erover nadenkt, is het niet alleen een verplichting die je moet doen, maar het is ook een gunst en een geschenk, want Allah subhanahu wa ta'ala verplicht jou niks wat in jouw nadeel is. Maar verplicht je enkel en alleen datgene wat in jouw voordeel is. Iets wat jou dichter bij hem subhanahu wa ta'ala brengt. Iets wat jou in rangen doet stijgen. Iets waar jij als persoon wat aan hebt, niet alleen maar op de dag des oordeels, maar ook hier op aarde. Want het antwoord zit in dezelfde vers. Allah azza wa jalla zegt, zodat jullie de taqwa kunnen bereiken. Of zodat jullie tot de muttaqoon kunnen behoren. En de muttaqoon zijn degenen die een bewust leven leiden. Al muttaqoon zijn degenen die bewust zijn van de aanwezigheid van hun schepper. Al muttaqoon zijn degenen die balans hebben gevonden in het leven. Tussen het wereldse en datgene wat ons in het hiernamaals veilig stelt. Hebben balans gevonden tussen succes hier op aarde en succes op de dag des oordeels. En al-muttaqoon zijn degenen die bewust zijn van elke stap die zij zetten. Ze draaien niet op automatisch piloot of omdat ze achter hun begeertes aangaan. Nee, ze gebruiken hun verstand en het gevoel wat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft gegeven om het juiste te doen, om de verantwoordelijkheden te dragen die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft gewild. Om een echte mens te zijn die een khalifa van Allah azza wa jalla op aarde is. Dus taqwa is niet alleen maar godsvrees, dat je in een bepaalde angst verkeert om Allah azza wa jalla te blijven gehoorzamen. Dat is niet wat taqwa is. Taqwa is meer dan dat. Taqwa is bewustzijn. Taqwa is een houding die een gelovige aanneemt waarbij de persoon bewust is van zijn eigen schepper en bewust is van zijn eigen ik, van zijn eigen tekortkomingen, van zijn eigen kwaliteiten om het maximale uit zijn of haar leven te halen. En eens in zoveel tijd begunstigt Allah subhanahu wa ta'ala vanwege zijn genade en barmhartigheid met mooie aanbiedingen, zoals de Jumu'ah één keer in de week, zoals de maand Ramadan, een maand lang in het hele jaar, zoals Laylatul Qadr, die beter is dan duizend maanden, en zoals al hajj, zoals vele gunsten die de weg voor ons vergemakkelijken, die het voor ons inkorten om sneller en in rangen te stijgen en dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. En daarom zien we in een belangrijke overlevering waar we over moeten nadenken. Ik zei het net ook in het Arabisch, de uitdaging is niet om een overlevering of om een vers te begrijpen. De uitdaging is om die te internaliseren, dat je daadwerkelijk die gaat voelen in je hart, zodat het een intrinsieke motivatie wordt om er iets mee te doen in je dagelijks leven. In een belangrijke overlevering zegt de profeet alayhi salatu wassalam, toen hij een keer de minbar besteeg om een preek te geven, om een preek te verzorgen, zei hij drie keer amin. Amin, amin. En amin betekent, O Allah, verhoor deze smeekbede, verhoor dit gebed. En toen de metgezellen hem vroegen, waarom zei u, ja Rasulallah, amin, amin, amin. Een van de antwoorden die hij gaf, hij zei alayhi salatu wassalam, dat Jibril naar hem kwam en hij zei tegen hem, degene die de maand Ramadan heeft bereikt, degene die de maand Ramadan heeft bereikt en niet is vergeven en daardoor afstand heeft genomen van Allah subhanahu wa ta'ala en hel heeft verdiend, Jibril gaf hem de opdracht om amin te zeggen tegen deze persoon. Dat deze persoon verwijderd wordt
van de genade en barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is niet om angst aan te jagen of om jullie en mij bang te maken, maar om juist onszelf bewust te laten zijn van deze belangrijke gunst. Het is niet iets wat je zomaar aan de kant moet zetten. Allah subhanahu wa ta'ala verplicht jou om het maximale uit deze maand te halen, zodat het in jouw voordeel is om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen en om zijn tevredenheid te verdienen. Dus laten we daar bewust van zijn en het maximale gaan doen om maximaal van deze maand te profiteren, om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. En daarom dienen we niet alleen daarmee te beginnen wanneer de maand Ramadan is aangebroken, maar we moeten nu een aantal stappen ondernemen. Sterker nog, de vrome voorgangers waren minimaal 6 maanden... voordat de maand Ramadan aanbreekt, 6 maanden van tevoren, waren ze al bezig met de nodige voorbereidingen. Niet welke dadels of zoetigheden ik ga eten of ik ga kopen, of wat gaan wij elke avond aan maaltijden voorbereiden en tafels klaarleggen. Dit is niet de voorbereiding die de metgezellen troffen. De voorbereidingen die wij moeten treffen, geliefde broeders en zusters, zijn in de eerste instantie spiritueel van aard. Hoe kan ik mij spiritueel zodanig voorbereiden dat ik geen seconde uit de maand Ramadan ga missen of niet ga benutten? Dat ik de maand Ramadan optimaal kan benutten om het maximale uit deze maand te halen, want het is een maand van vergeving. Een maand waarin de beloningen niet alleen vermenigvuldigd worden met 10, maar met 70 keer. Waarin de shayatin, de duivels, geketend zijn. Het is dus de uitdaging van jezelf, tussen jou en je nefs, om dit soort beproevingen of moeilijkheden in het leven te overwinnen en om het juist te doen zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft gewild. En daarom moeten wij ons spiritueel gaan voorbereiden, maar ook praktisch. Wat doen we met praktisch? Heel simpel. Dat we op onderzoek uitgaan. Dat wij gaan leren wat de regels omtrent het vaste zijn. Wanneer verbreek ik mijn vaste? En als ik per ongeluk eet, wat moet ik doen? Niet pas als de maand Ramadan aanbreekt, ga je de imam zo rondbellen. Ik heb dit en dat gedaan. Wat moet ik doen? Deze kennis is een verplichting. En daarom snap ik het keer op keer niet wanneer lezingen en lessen hierover worden gegeven, dat de moskeeën niet overvol zijn zoals tijdens de Jumu'ah. Want die kennis is niet alleen maar essentieel voor jou als persoon. Het is een verplichting. Je moet die kennis opdoen. Wat zijn de makruhat siyam? Wat zijn nou de zaken die ik beter kan vermijden? Niet vasten, niet verbreken, maar wel jouw vasten op een ander niveau brengen. Wat zijn de zaken die aangeraden zijn die ik moet doen? Hoe kan ik op de beste wijze vasten? Want niet iedereen vast op dezelfde wijze. En imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, onderscheidt 3 soorten vasten. De eerste soort noemt hij Sawmul Awam. Het vasten van alle gelovigen, van alle mensen. Namelijk zich onthouden van eten en drinken en geslachtsgemeenschap. De zaken die het vasten verbreken. Met andere woorden, je lusten gedurende de dag niet bevredigen. Maar imam al-Ghazali zegt, er is een andere soort vasten. Namelijk een soort van een specifieke groep. Namelijk de mensen die ook met hun ledematen vasten. Die met hun ogen vasten. Die met hun oren vasten. Die met hun tong vasten. Dat ze niet roddelen. Dat ze niet liegen gedurende de maand Ramadan. En hun tongen vochtig maken met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ze hun ogen bezig laten zijn met het lezen en reciteren van de Koran. En dat ze alleen het goede proberen te verspreiden voor zover dat mogelijk is. En imam al-Ghazali gaat nog een stap verder en zegt, er is nog een andere soort vasten, die is voor de elite. Die is voor de top. Dat is voor de mensen die een duidelijke doel voor ogen hebben, namelijk de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat er niets, maar dan ook niets in hun hart is, behalve Allah azza wa jal. Zelfs wanneer ze aan het werk zijn, zijn ze Allah aan het gedenken. Zelfs wanneer ze met hun familie en gezin bezig zijn, doen ze dat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs wanneer ze een wandeling gaan maken, doen ze dat om Allah azza wa jal te gedenken. Dat ze voor zover dat mogelijk is, proberen ze hun harten te legen met alles behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat noemt hij Sawmu Khawasi al-Khawas. Een andere vorm van voorbereiding is de spirituele voorbereiding, geliefde broeders en zusters. Het is niet passend.
Het is niet passend, geliefde broeders en zusters, om zomaar de maand Ramadan te starten zonder dat wij onze intentie hebben ververst. We weten allen dat intentie een pilaar is van het vasten. Zonder intentie is jouw vasten ongeldig. Al heb je 60 dagen gevast. Waarom is intentie zo belangrijk? Intentie leert jou om te focussen. Intentie leert jou om bewust Allah Azzawajal te aanbidden. Het is niet alleen maar honger die je zou moeten voelen of dorst die je zou moeten krijgen. Nee, intentie zorgt ervoor dat je bewust bent van deze aanbidding. Het is een aanbidding die jou de controle teruggeeft. Die jou weer de baas laat zijn over je eigen begeertes en lusten. Je hebt zin in eten en drinken. Je hebt zin in intimiteit tussen met jouw vrouw of vrouw met haar man. Maar je hebt dat onder controle en je zegt, ik doe het niet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is wat het vaste jou leert. En daarom is intentie zo belangrijk. Het eerste wat we moeten doen, intentie verversen. En onze iman verversen, zoals de profeet alayhi salatu wassalam zegt. Heel vaak wanneer we de shahada zoals vandaag horen of meemaken, worden we blij. Maar dat is iets wat wij voortdurend moeten blijven doen. Dat we even gaan nadenken over onze eigen relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat we gaan reflecteren op ons eigen geloof. Hoe zit het eigenlijk daarmee? En hoe kan ik dat zo mogelijk, zo goed mogelijk verversen om weer een nieuwe start te maken? En daar hoort het concept berouw zeker bij. Tweede punt, geliefde broeders en zusters, dat we gaan werken aan onze ambities. Dat we niet genoegen nemen met het minimale, niet in het wereldse, maar ook niet als het gaat om zaken van het hiernamaals. Dat we niet genoegen gaan nemen met 2 raka'at tarawih of met een paar versen uit de Koran reciteren. Als ik maar iets heb gedaan, want alhamdulillah, daarvoor voorheen deed ik niks, maar nu doe ik op zijn minst iets. Belast jezelf niet, maar probeer wel het maximale te behalen. Probeer wel hoge ambities en hoge doelen op te stellen, zodat je dat ook inshallah ta'ala in de maand Ramadan kunt realiseren. Want in de maand Ramadan wordt alles vergemakkelijkt. En daarom moeten we mensen niet kwalijk nemen dat ze vaker naar de moskee komen in de maand Ramadan. Heel vaak klagen we daarover. Waarom zijn de moskeeën vol in de maand Ramadan en buiten de maand Ramadan niet? Dat is niet aan jou om mij dat te bepalen. Dat is iets wat Allah Azzawajal het vasten in het bijzonder heeft gegeven. Het is een bijzondere maand. En alles wat daarmee te maken heeft, is bijzonder. We zien dat de maand Ramadan bijzonder is gemaakt vanwege het feit dat de Koran daarin is geopenbaard. De profeet alayhi salatu wassalam is bijzonder vanwege het feit dat de Koran naar hem is geopenbaard. We zien dat Jibril alayhi salam ook een bijzondere engel is vanwege het feit dat hij de boodschapper was van de Koran. Degene die de Koran aan de profeet heeft overgedragen. We zien dat deze umma de beste umma is vanwege het feit dat ze de Koran hebben. En daarom zie je een duidelijke link tussen de maand Ramadan en de Koran. En die twee zouden we ook nooit los moeten trekken van elkaar. Kan je geen Arabisch taal, dan moet je dat leren. Kan je het alfabet niet, begin nu. Begin nu om toch die zoetigheid van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala te proeven. En het laatste wat ik met jullie wil bespreken, geliefde broeders en zusters, is toch iets wat ontzettend belangrijk is. Vooral als het gaat om het vasten. En als het gaat om de houding die een gelovige dient aan te nemen ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Het eerste is afstand nemen van zondes. En in het bijzonder inkomsten die een persoon genereert, waar we heel vaak lichtzinnig over doen. Waar jij je inkomsten genereert en hoe je die inkomsten genereert. En vooral en wat je dat uitgeeft. Het is toch een verantwoordelijkheid. Het is een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Heel vaak denken we dat het haram datgene is wat iemand verkrijgt bij het verkopen van drugs of het verhandelen van bepaalde verboden zaken. Nee, dat kan. Het haram kan bereikt worden in hele simpele dingen die we heel vaak over het oog zien. Jouw werk en hoe goed je werk doet. Op tijd komen en de afspraken die je met anderen maakt. In je handel. Wanneer je een bepaald product niet op de juiste wijze beschrijft. Of wanneer je de afspraken niet nakomt. Dat zijn allemaal zaken waar we over moeten nadenken, geliefde broeders en zusters. En een ander belangrijke punt is verzoening. Hoe wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala jou in staat gaat stellen om deze maand optimaal te benutten? Terwijl je nog ruzie hebt met je ouders. Terwijl je nog ruzie hebt met je moeder. Terwijl je nog ruzie hebt met jouw zussen, met jouw broers, met jouw vrouw. Terwijl je nog haat
of wrok, jaloezie of afgunst in je hart hebt, hoe wil je de gunsten van barmhartigheid en genade van deze maand proeven als je nog roddelt over de ander? Hoe wil je deze maand maximaal benutten, geliefde broeders en zusters, terwijl je nog bezighoudt met de ander, ongeacht wie de persoon ook is? En daarom zegt de profeet alayhi salatu wassalam in een belangrijke overlevering. Hij zegt, het is niet toegestaan. Het is verboden voor een moslim om afstand te nemen van zijn broeder meer dan 3 dagen. Met andere woorden, je kunt boos zijn. Geen probleem. Het is een emotie die in de sharia wordt erkend. Je kunt boos zijn. Maar doet voor hoe lang? Voor 2 dagen? Voor 3 dagen? Dan moet je weer bij elkaar komen om weer door 1 deur te kunnen. We kennen mensen in de moskee die elkaar niet groeten. We kennen broers en zussen van elkaar die elkaar niet meer aanspreken. Ooms en tantes. En als je gaat vragen over wat hebben ze nou ruzie? Over de viezigheden van het wereldse. Over een paar centjes. Over een paar euro's. Over een positie. Over aanzien. Over een fout die ooit is gemaakt door de ander. Is dat het nou waard? Is het nou waard dat er op de dag des oordeels tegen jou wordt gezegd, je mag het paradijs niet betreden? Totdat jij het weer goed hebt gemaakt. Het paradijs, de toegang tot het eeuwige geluk, wordt dichtgehouden. Totdat jij datgene wat tussen jou en je broeder zit, weer recht wordt getrokken. Anders de profeet het heeft over een gewone broeder. Wat dan over jouw vader? Wat dan over jouw moeder? Wat dan over je broer? Wat dan over je zus? Wat dan over je buren? Ongeacht wie ze zijn of wat hun geloof is. Dat is de schoonheid van de islam die wij moeten uitdragen. En dat is wat ons in staat zou kunnen stellen, geliefde broeders en zusters, om het vasten niet alleen maar als een maand van honger te ervaren, of precies tegenovergestelde, maand van eten en drinken in de nachtelijke uren en ineens in zoveel tijd naar de moskee gaan, maar dat je veel meer uit deze maand kunt halen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de kracht en de wijsheid te geven om Ramadan op een goede manier te verwelkomen en om op een goede manier hiervan te profiteren. Ik vraag Allah azawajalla om het van mij en jullie allen te accepteren en om ons in staat te stellen. Dat is een dua die we oprecht moeten doen. Dat Allah azawajalla ons in staat stelt om een paar dagen hiervan te mogen meemaken, zodat wij mogelijk tot degene kunnen behoren die taqwa bereiken en die vergeven kunnen worden. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا لصيام نهاره ولقيام ليله يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن معهم في غزة وكن معهم في فلسطين وكن معهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير كل من طلب منا الدعاء اللهم حقق لنا وله الرجاء اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.